mooi plaatje, dat is niet altijd zo. Ik denk dat ik van nature een beetje depressieve neigingen kan hebben. En dat maakt het heel zwaar, want het plaatje was compleet, maar het gevoel niet. Als ik jou zo'n beetje op, zeg maar, online google, dan komt er een waanzinnig prachtig plaatje uit. Hè? Een mooie vriendin inmiddels. Dan kom je meteen in het landschap der BN'ers, geloof ik. Ja. Romy Monteiro. Zeg ik. Romy Monteiro. Ik ben niet zo in de BN'ers. Nee, maar dat is je vriendin al een paar jaar, hè? Ja. Actief op social. Veel volgers. Zij iets meer dan jij, volgens mij nog. Ja. Klopt dat plaatje? Nou, ja, tot een bepaalde hoogte wel. Dus buiten dat elke relatie natuurlijk wel eens zijn dingetjes heeft. Maar dus de relatiegedeelte klopt heel erg. Maar het mooie plaatje, dat is niet altijd zo. Ik denk dat ik van nature een beetje depressieve neigingen kan hebben. Met vlagen. Dus wanneer ik een zwaarmoedig keer... of depressief? Nou, toch wel soms wel richting de depressiviteit, zeg maar. En heb je dat al lang? Ja, dat heb ik al wel lang. En wat het lastige is dat dan op een gegeven moment ook er niks meer is. Ja, voor mezelf was het plaatje ook compleet, soort van. Dus, oh, maar wat moet er dan wel gebeuren? Wil ik gelukkig zijn? Of wil ik... Ja, wie moet ik dan fotograferen? Of wat moet er gebeuren nu? Dat maakt het heel zwaar, want het plaatje was compleet, maar het gevoel niet. Waar komt die depressiviteit vandaan? Ben je daarmee bezig? Ja, daar ben ik wel mee bezig, tuurlijk. Hoe? Nou, buiten praten. Ik denk dat iedereen met iemand moet praten, zeg maar. Ik denk dat dat heel erg goed is. En ja, heel bewust kijken naar, oké, wat gebeurt er? En wat kan ik eraan doen? En soms er ook aan toegeven. Dus ik besef ook wel... Ik heb een beetje mee leren omgaan. Dus als ik even zo heel zwaar ben of zo... dan kan ik er best een beetje aan toegeven. En dan bij wijze van 3 dagen in bed liggen. Want ik merk ook, als ik dan naar netwerkborrels ga of wat dan ook... ik flow niet. Dus... En dat besef ik heel goed. Alles moet soort van flowen. Ja. En als je flowt, dan gaat alles goed en dan kan alles. En ik heb heel veel dagen van... oké, vandaag... ja, ik ga het niet eens proberen... want ja, het gaat niet goed, zeg maar. Ja, ik trigger altijd op het woordje depressiviteit. Is het echt zwart, zeg maar? Of is het gewoon dat je gewoon kut voelt? Of is het echt dat je denkt van, kap er maar mee? Ik bedoel, depressief kan ook uitmonden in suïcidale gedachten, zeg maar. Die zijn er wel geweest. Ja? Ja, wel. Zeker wel. Tot wel een punt dat ik er zelf van schrok. Dat ik dacht, ja, dit gaat wel ver. En wat ik merkte is dat als ik dit gesprek... het is geen geheim, zeg maar, of zo. Nee. Dus ik ben er heel open over. En dus ik sprak er ook heel open over met ook hele grote artiesten... of hele grote mensen die voor mij weer een voorbeeldfunctie waren... dat ik dacht van, oh, maar jij hebt het leven, zeg maar. En die herkenden zich daar heel erg in. Dus daar hebben we heel veel gesprekken over gehad... Ja, en dus ik merkte, ja, het speelt meer dan we denken. En misschien ook wel nog meer tegenwoordig, omdat dat de hele dag getriggerd wordt... dat je bijvoorbeeld niet het tofst aan het doen bent. Ja. Hoe zie jij die rol van social daarin? Is natuurlijk een... Nee, killing. Echt ja? Killing. Moet je nagaan dat ik creëer het en voor mij... is het al killing, zeg maar, in de zin... ik trap er zelf al in. Dus ik zit op de Filipijnen... en ondertussen zie ik dat vrienden van mij in L.A. ergens zitten... en ik zit er, oh shit, was ik maar in L.A. Totdat iemand, hey, kijk even waar je bent. Je zit op een onbewoonde plek hier op de Filipijnen. Je wordt zo de hele tijd meegesleept in dat andere mensen toffere dingen aan het doen zijn... en daardoor willen wij allemaal non-stop gelukkig zijn. We zijn allemaal bezig met de hele dag... moet tof zijn, of moet goed zijn... of moet de mooiste dingen hebben. Want dat zie je de hele dag. En ik heb niemand laten zien... dat ik bij wijze van huilend onder de douche zit. Nee. Of dat ik een week lang gewoon een beetje slaap... en niet veel doe, zeg maar. Ja. En dus ook ik zelf hou dat beeld in stand. Wat is het effect van Romy? Zeg maar, hoe is die relatie? Verbetert dat sinds jij haar kent, zeg maar, je leven? Ja, helemaal. Maar dat is ook wel weer lastig. Want dus die neiging of die zwarte gedachten, die zijn vrijwel weg. Ik denk wel dat als je ooit die gedachte hebt gehad, dat die heel makkelijk terugkomt. De zin van, ik stap eruit of ik stop ermee. Want ja, dat is gewoon een hele makkelijke gedachte. Ja, en nu sinds die relatie zijn die er eigenlijk niet. Alleen, ja, dat komt dan dus door die relatie. Zo, ik bedoel, dus ben ik... En dat is nu heel moeilijk te peilen. Ben ik zelf nou gewoon gelukkiger of contenter? Of ben ik afhankelijk geworden van die ander en zit mijn geluk dus niet bij mezelf. Praat jij met professionals hierover of zoek je het allemaal zelf uit? Met vlagen, ja. En zelf uitzoeken. En ik denk, ik ben er heel bewust van. Dus elke gedachte of ik pluis heel erg uit en heel erg... kijk, dit is wel interessant. Dus dit gebeurt er nu als ik dit doe. Maar ondertussen met vlagen met iemand praten, ja. Wat doen we? En zo meteen wil ik echt wel iets weten over je vak, hoor. Maar ik weet ook niet dat deze kant op ging. Maar ik vind wel, het is super relevant. Omdat, want jij noemde het killing. Wat zouden we eraan moeten doen? Want ik herken het. Ik denk dat veel mensen die kijken herkennen dit. Hè? Dat social media en alles moet perfect zijn. En live the life. En weet je. Wat kunnen we hieraan doen? Want ik weet zeker dat jij niet de enige bent. Ik denk echt iedereen. Nou. Maar zou er geen, weet ik veel, moet er geen social media voor het echte leven komen of zoiets? Weet ik veel, hoe lossen we dit op? Of niet? Ik denk echt dat niet meer gaat veranderen. Want ze willen wel restricties van niet meer photoshoppen. Maar ondertussen, ja, als jij scrolt, je mag zo even door... Iedereen, al mijn vrienden wat die posten, zijn toffe dingen aan het doen. Dus. En toch is het frappant inderdaad dat jouw werk, tenminste het zichtbare werk, is precies dat. Hè? Jij zet mensen en dan veel vrouwen neer. Ja, dat zijn de plaatjes waar je het over hebt. Ja, dus killing plaatjes. Dat is heel dubbel, want ik vind... want mensen zeggen ook wel eens, dan niet photoshoppen of doen. Maar ik vind het heel mooi om die droom ook weer te verkopen. Ik heb art direction gestudeerd voor reclame. Dus ik vind het heel mooi om... Ik hou toch wel ook weer van dat perfecte. Dus ook in mijn foto's. Ik probeer het niet te glad te strijken allemaal. Maar ja, ik hou wel van het mooiste plaatje creëren. Ja, het is heel dubbel. Ja, want eigenlijk werk ik dus mee... aan het in stand houden wat je zelf zo vreselijk vindt eigenlijk. Ja, ik hoop dat ik dus op zo'n soort van level content aan het maken ben, dat mensen snappen dat ik een droom aan het maken ben. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus al die Instagrammers die zichzelf... Dat lijken normale foto's. Ja. En dat is zo moeilijk. Maar ik hoop dat ze bij mij beseffen... maar hier is wel een hele set zeg maar gebouwd. En hier is wel serieus met lampen en visagie en dat soort dingen. Ja.